Dan gaan we nu door met het boetje. Dat is het volgende punt op de agenda. Ik geef even de tijd om te wisselen. Oké, iedereen is zo goed als weer aan tafel geschoven. Bij de ontwikkeling van de zonneweide Tripkou in Midwoud heeft HVC een bedrag van €250.000 beschikbaar gesteld. Van het originele bedrag zit op dit moment nog €200.000 in de reserve ten behoeve van de gemeenschap Midwoud-Oostwoud, waarvoor een deel gebruikt wordt voor het opknappen van het boetje en het omliggende terrein. Vanuit het gemeenschap is de wens uitgesproken om het boetje en het omliggende terrein op te knappen en een openbare functie te geven. Misschien kan er even niet gesproken worden, dat is een beetje storend. Voor het boetje is in het bijgevoegde voorstel gekozen voor een variant van sloop en een herbouw op profielniveau. Wat een andere variant is dan waarvoor eerder een voorstel uitgewerkt zou worden. Er hebben zich één inspreker aangemeld bij dit punt. En dat is de heer Bouwman van het zwembad. En ik wil hem hierbij graag aan tafel uitnodigen. Hij komt eraan. Welkom. Nou, u krijgt 5 minuten om in de microfoon het woord te voeren. Ga uw gang. Goedenavond. Ik leg het nog even uit. Het is voor mij een verrassing. Ik had mij aangemeld bij de Griffie en kreeg antwoord dat ik kon inspreken. Ik heb gezegd dat hoeft niet speciaal, maar ik wil er wel wat over zeggen. Want ik ben redelijk op de hoogte. Ik ben bestuurslid en vrijwilliger bij het zwembad in Midwoud. En wij proberen daar dat bad draaiende te houden en moeten ook maatregelen nemen in het kader van verduurzaming. En toen kwam er vanuit de gemeenschap de suggestie om, mochten er gelden overblijven van het project Het Boetje, dan zouden wij daar graag een beroep op doen. En we hebben een duurzaamheidsplan gemaakt binnen het bestuur. Dat ligt inmiddels bij de DMO, want die zou formeel daarover beslissen. We hebben enkele politieke partijen ervan op de hoogte gesteld. Het hele dossier is ook op het gemeentehuis terechtgekomen. En ja, wij hopen dus dat het resterende geld, en ik dacht dat het uit mijn hoofd €130.000 was, op enige wijze op die manier besteed gaat worden. En dat is eigenlijk alles wat ik er op dit moment over kan zeggen. Helder verhaal, kort en krachtig. Ik weet niet of er nog vragen zijn aan de heer Bouwman. Nee? Oké, nou dan bedankt voor uw inbreng. Dan mag u weer plaatsnemen op de publieke tribune. Wij beginnen met de politieke vragen, want er zijn geen schriftelijke vragen gesteld bij dit punt. We gaan in alfabetische volgorde. En graag maximaal 3 vragen per fractie stellen. Ik begin bij het CDA. Mevrouw van der Bos, ga uw gang. Dank u, voorzitter. Wij hebben 1 politieke vraag. In het raadsvoorstel staan 3 besluitpunten opgenomen. En bij punt 3 staat de regie van het proces tot besteding van de overgebleven middelen bij de dorpsraad Midwoud-Oostwoud te leggen. En die dorpsraad een voorstel te laten formuleren aan het gemeentebestuur. En het CDA denkt dat het bestuur alleen uit een voorzitter bestaat. Concrete vraag, klopt dit en komt de regie dan niet te veel bij 1 persoon te leggen? Ik zou de vraag misschien aan de dorpsraad moeten stellen, maar dat kan niet, dus ik stel hem aan de wethouder. Voor uw vraag, meneer Broeders. Goedenavond allemaal. Volgens mij is het op dit moment zo dat er 3 leden in de dorpsraad zitten. Dat blijft nog steeds een tamelijk magere dorpsraad dan. Dus we hebben een beetje geworsteld met hoe we dan met zo'n proces om zouden gaan. Dus we hebben de volgende afspraak gemaakt. En dat is dat er 2 openbare momenten georganiseerd zouden moeten worden. Wat ons betreft in ieder geval. 1 openbaar moment waarbij de dorpsraad een vergadering uitschrijft.
waar voorstellen ingediend kunnen worden. En een openbaar moment waarop de verzamelde vergadering zo gezegd, besluit over wat de dorpsraad denkt of de mensen in de twee dorpen denken dat het voorstel zou moeten zijn zoals dat aan uw raad moet worden voorgelegd. En om te toetsen dat het ook feitelijk het proces zal zijn, hebben we afgesproken dat mijn collega Gerbe Ginghuis samen met de kernconsulent bij beide vergaderingen aanwezig zal zijn. Klinkt als uitstekende spelregels, dank u. Dank voor uw vraag. Dan gaan we naar de ChristenUnie. Mevrouw Visser, ga uw gang. Dank u, voorzitter. Ik heb niet op zich een politieke vraag aan de wethouder. Ik vind dit een heel politiek raadsvoorstel, document. En meestal is het toch dat we zouden vragen, zijn degene die de vraag hebben ingediend tevreden met de antwoorden. Volgens mij begint daar het politieke debat. Ik wacht het af, maar ik heb aan de wethouder geen vragen. Ik denk dat het een politiek document is. Dank u. D66, meneer Vlaar. Heeft u politieke vragen? Geen vragen. Gaan we naar gemeentebelangen. Zijn daar nog politieke vragen over dit stuk? Nee. GroenLinks nog politiek? Nee. Hart voor Medemblik, heeft u politieke vragen? Nee. Morgen ook geen politieke. Nou, dat gaat snel. VVD, een politieke vraag zie ik. Dank u wel, voorzitter. Mijn originele vraag leek heel erg op de vraag van mevrouw Van der Bos. Die is wat mij betreft naar tevredenheid beantwoord. Wel vroeg ik mij af, voorzitter, heeft de wethouder ook nog alternatieve manieren in overweging genomen om invulling te geven aan punt 3? Meneer Broeders. Eigenlijk niet, omdat het ons verstandig lijkt, en we dat eigenlijk altijd doen, dat we, als dat enigszins mogelijk is voor zaken die een bepaalde kern aangaan, we in eerste instantie met de dorpsraad in overleg daarover gaan. Ik gaf net al aan dat ik ook wel begrijp dat er enige zorgen zouden kunnen bestaan over de bemensing van deze dorpsraad. En dat is ook waarom we een specifieke hulpconstructie voor willen stellen. Helder antwoord, dank u wel. Ja, zo voldoende, verder geen vragen? Oké. Nou, dan hebben we de ronde politieke vragen al afgerond. En dan wil ik jullie bedanken voor het aanschuiven aan tafel. Ik dacht dat dit langer zou gaan duren. Ja, dat dacht ik ook, maar dat valt dan weer mee. We gaan door naar de meningsvorming. En Oké, ik dacht ik geef een toelichting, maar dat zie ik toch vanaf. Mevrouw Van der Bos, u mag de mening namens het CDA geven. Ga uw gang. Dank u, voorzitter. Het CDA is positief over het raadsvoorstel. Voor ons is zwaarwegend dat zowel de historische vereniging Midwoud-Oostwoud als de dorpsraad Midwoud-Oostwoud kennis hebben kunnen nemen van het onderliggende voorstel en daarmee in kunnen stemmen. En wat ons betreft is het dan ook een hamerstuk. Dank u wel. Mevrouw Visser. Voorzitter, het ligt in ieder geval een raadsvoorstel over die toch wel hele lange procedure wat er allemaal is geweest. Ik heb de vragen bekeken en daar heb ik af en toe wel wat wenkbrauwen bij opgetrokken. Over dingen die wel of niet zo zijn. Voorzitter, zoals het hier staat en de en ik wacht even af of er nog amendementen of moties komen. Ga ik even mee. Maar ik ben heel benieuwd nogmaals naar het debat wat er gaat komen. En die verwacht ik het meest vanuit gaat van Medemblik. Omdat dat het dossier van meneer De Waal is. Even voor de duidelijkheid. U refereert naar de schriftelijke vragen die Hart van Medemblik heeft gesteld. En die bij de stukken zijn gevoegd zoals verzocht via een motie bij de raad om dat te doen. Voordat, maar anders is het misschien niet helemaal duidelijk. Dus het waren geen schriftelijke vragen bij dit raadsvoorstel. Nee, maar vandaar die ingewikkelde vooraf procedure. Ja, prima. D66, meneer Vlaar, uw mening over dit stuk?
Ja, voorzitter, ja. Wij kunnen dit ook als raad als hamerstuk lanceren. Want het is een goede vertaling van de verschillende gedachten die ook eerder al over het boetje zijn geopperd. Misschien al wel 5, 6 jaar terug door de historische vereniging. Ja, wat haalbaar en niet haalbaar is, dat is goed afgewogen. Dat hiermee toch inderdaad een herinneringspunt met ontmoetingsplekken ook wordt gecombineerd. En dat ook gedragen wordt op dit moment weer door de partijen die daar in meegedacht hebben, zoals de Dorpsraad en ook de historische vereniging, kunnen wij hier mee instemmen. Dus hamerstuk. Dank u wel. Dan gaan we door naar gemeentebelangen. Meneer Mos. Dank u wel, voorzitter. Ja, dit wordt een infobord op een memorabele, idyllisch gelegen plekje voor verblijf in een boomgaardachtige omgeving. Nou, mooi, ik kan het bijna niet schetsen. En wat het over, dus wij maken hier gewoon een hamerstuk van. En wat betreft de inspreker over het zwembad, ik denk dat het ook belangrijk is om u te richten tot de Dorpsraad, zodat de plannen op die manier bij het gemeenteraad kunnen komen via het college. Dank u wel. Dank u wel. GroenLinks, meneer Huisman. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij kunnen in principe instemmen met dit raadsvoorstel. Maar wij zijn wel benieuwd naar wat nu de afgezien van eigenlijk, dat loopt natuurlijk altijd door elkaar heen. De beantwoording van de vragen en dit voorstel. Er is ook steeds aangegeven door Hart van Medemblik. Het gaat niet om het boetje, het gaat om de beantwoording. En toch komt elke keer weer de naam boetje terug als voorstel. Dus dat vond ik ook wel apart, heb ik ook opgenoemd in het presidium. Van misschien moet je het raadsvoorstel niet het boetje noemen, maar besteding van gelden. Want daar gaat het uiteindelijk om. En dat is volgens mij ook waar de heer er wel meermaals naar heeft gevraagd. Desalniettemin denken wij dat hier een aardig voorstel ligt. En ook inderdaad met de genoemde voorwaarden die de wethouder net noemde, denken wij dat het ook wel een goed proces kan zijn. Maar wij zijn wel benieuwd naar de mening van de heer De Waal. Maar ik hoop wel dat hij daar ook het verschil kan maken in het voorstel en de beantwoording. Want wij snappen dat er inderdaad een stukje geschiedenis ligt, om het maar even zacht uit te drukken, bij de beantwoording. Maar we hopen wel dat daar ook los daarvan ook op dit raadsvoorstel een goede mening wordt gegeven. En mogelijk ook al wat meningen uit het dorp zijn opgehaald. Ik ben ook benieuwd wat de heer De Waal daar uit het dorp misschien al heeft gehoord. Of die het hier ook mee eens zijn of niet. Dus dat wacht ik even af. Dank u wel. Dank u wel. Nou, meneer De Waal, er wordt vol spanning gewacht op uw mening over dit stuk. En nou, mag u het geven. Ga uw gang. Bijzonder, maar dank u wel. Zoals u allemaal weet, heb ik samen met collega Berlijn tijdens mijn afwezigheid op 30 november jongsleden een motie ingediend, waarin wij als Hart van Medemblik vroegen om eerst de antwoorden op mijn schriftelijke vragen van september te krijgen, alvorens te gaan spreken over dit raadsvoorstel. En daar is gelukkig mee ingestemd door de raad, met uitzondering van helaas van de partij van de wethouder zelf, maar dat heeft terzijde. In ieder geval hebben we gisteren op de laatste dag om 5:30 een mail van de griffie gekregen met die betreffende antwoorden. En die hebben we uiteraard niet kunnen bestuderen op zo'n korte termijn. We hebben niet voor niks om die 2 weken gevraagd in diezelfde motie. En voor ons wegen die antwoorden heel zwaar als het gaat om de beoordeling van dit raadsvoorstel. Lang verhaal kort, dat betekent dat wij ons op dit moment onthouden van een mening en dat wij contact met de griffie hebben gehad om hier een debatstuk van te maken op de 21ste december. Dat is hem. Oké, dank u wel. Gaan we door naar morgen, meneer Neefjes. Ja, dank u, voorzitter. Nou, eindelijk het boetje. Wat het bouwwerk zelf betreft, het profielniveau van het boetje zoals nu gepresenteerd spreekt ons erg aan, vooral ook in samenhang met de boomgaard met oude streekrassen en de openbare functie met picknicktafels. De resterende gelden, die 130.000, gaan besteed worden in overleg met Midwoud Oostwoud. En is volgens ons dus ook, zeker zoals de wethouder het uitlegde, prima geborgd. Dus geïnteresseerden zoals het zwembad kunnen zich TZT melden. Dus, en voor ons is het een hamerstuk. Dank u wel.
En tot slot de VVD. Meneer Dekker, ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. De VVD is blij dat er nu eindelijk in dit dossier ontwikkelingen zijn. Het heeft allemaal veel te lang geduurd. Het boetje is in een steeds grotere ruïne aan het veranderen in het dorp Oostwoud. Door inflatie is het geld inmiddels nog maar net de helft waard. En wij maken ons toch wel enige zorgen om het democratische karakter van de dorpsraad, die straks over de gelden wellicht gaat beschikken. Dus we zijn blij dat in het raadsvoorstel staat dat onttrekking van gelden uit de reserve in ieder geval nog langs de raad moeten. Volgens mij is het laatste over dit raadsvoorstel ook nog niet gezegd. Dus wij sluiten ons aan bij de opmerking van de heer De Waal dat hier nog over gedebatteerd moet worden. Dank u wel. Dank u wel. Dat ging sneller dan verwacht. Ik begrijp heel goed dat Hart voor Medemblik tijd nodig heeft om de beantwoording van de vragen te bestuderen. Want dat was natuurlijk een hoop vragen, dus ook een hoop antwoorden. En de heer De Waal die doet het voorstel om dit stuk als debatstuk te agenderen in de gemeenteraad. Nou hebben wij dat nog niet eerder gedaan. Dus de griffie heeft uitgezocht wat daarvoor de stappen zijn. Dus er zijn wel een aantal dingen die we moeten doen als de commissie concludeert dat dit inderdaad als debatstuk naar de raad moet. Maar dat is de eerste vraag. Bent u het eens met de heer De Waal dat dit stuk als debatstuk naar de raad moet? Voorzitter, mag ik een vraag stellen daarover aan meneer De Waal? Ja, dat mag. Ik heb even een vraag aan meneer De Waal, maar ook wel aan meneer Dekker, want die is het ermee eens. Wat verwachten jullie dat de meerwaarde van veranderen in debatstuk kan zijn? Het beoogde effect ten opzichte van het raadsvoorstel wat we nu in de raadscommissie met elkaar kunnen bespreken. Wat zou de meerwaarde kunnen zijn? Ik geef meneer De Waal eerst het woord. Dank u wel, voorzitter. Wat mij betreft is die meerwaarde uit het scheppen van een hoop duidelijkheid in zaken die op dit moment nog heel onduidelijk zijn, wazig zijn zelfs. En op basis waarvan in onze ogen er nu een raadsvoorstel ligt. Oké, dank u wel. Meneer Dekker. Dank u wel, voorzitter. Nou, er zijn in dit dossier een heel hoop dingen gebeurd waar ik denk dat het goed is als we in de raadsvergadering het met elkaar over hebben, zodat we het voor eens en voor altijd daar overeenstemming over kunnen bereiken en dan de weg voorwaarts kunnen vinden. Oké, dank u wel. Is het zo voldoende beantwoord? Ja. Mevrouw Visser, u heeft een vraag. Ja, ik heb een vraag. Wie? Aan ons allemaal. Dus dat is lekker open, hè? Maar waar het mij om gaat, want ik ga mee met de heer Dekker en de heer Waal naar een debatavond. Maar een debatavond hebben wij nog niet gedaan. Wat ik mij afvraag dan, hè, is dat een open debat waardoor we toch meer tijd op de agenda moeten hebben. Want het past niet in de agenda die we nu voor ons hebben, want er liggen behoorlijke stukken. Dan moeten wij, als je echt wil debatteren, dan moet er ook ruimte zijn, de gelegenheid zijn. En dan heeft het ook de meerwaarde die we met elkaar zoeken. Daar was ik even naar op zoek. Nou, daar heb ik wel enigszins een antwoord op. Oh. Want zoals ik zei, de griffie heeft uitgezocht. Maar ik wil eerst even weten of iedereen vindt dat het een debatstuk moet worden. Want ik heb bij gemeentebelangen een akkoord gehoord. En VVD en ChristenUnie, GroenLinks, D66. Morgen is een beetje om het even misschien. Nou, ik vind niet dat het een debatstuk moet worden. U vindt niet dat het een debat? Nee, er is altijd toch gesteld dat inderdaad zeg maar de beantwoording van de vraag over het boetje niets te maken hebben met de inhoud van wat er gaat gebeuren. Dus het is niet consequent om nu die koppeling wel te maken. Dus ik denk dat het verstandig is om de raadsvragen die zijn gesteld, die hier niet bij horen, dus ook los te koppelen van het onderwerp, de besteding van het boetje. Dat is de consequentie die hoort bij de manier waarop het is ingezet in alle facetten door Hart voor Medemblik. Dat vind ik toch ook van belang om die zuiverheid daarin te bewaren. Goed dat u dat
aangeeft. Ik vraag me even af of er voor iemand anders een mening daardoor verandert, of dit iedereen vindt dat het even goed als debatstuk. Mag ik daarop reageren? Moment. Moet het even goed als debatstuk op de raad blijven? Ik ben vooral benieuwd naar de reactie van meneer De Waal op de inbreng van meneer Vlaar. Okay. Ja, ik kan de heer Vlaar hierin ook wel helemaal volgen, want het zijn eigenlijk twee aparte entiteiten. Dus het een gaat heel ergens anders over dan het ander. Dus dat hoef je niet te vermengen. Ja, okay. Dan mag de heer De Waal even reageren op meneer Vlaar en mevrouw Van der Oest. Nou, meneer Vlaar, ze hebben wel degelijk met elkaar te maken. Misschien als u de stukken, dat is geen sneren of zo bedoel ik het helemaal niet, maar als u de stukken en de vragen leest, dat het dan wat duidelijker wordt. Zoals het nu voor mij ligt en voor onze fractie ligt, en ik moet dus de beantwoording nog bekijken van die 82 vragen, is de basis waarop dit raadsvoorstel is gedaan. Onrechtmatig is niet het juiste woord, maar op verkeerde gronden gebaseerd. Dus het fundament om nu met een raadsvoorstel te komen om de resterende 2 ton te besteden aan, nou ja, zoals het in het raadsvoorstel is beschreven, die klopt niet in onze ogen. Dank u wel. En vandaar dat het niet uit elkaar te trekken is. Dank u voor de toelichting. Nou, als het als debatstuk naar de raad gaat, daar hebben we wel een verordening voor, maar die is niet helemaal compleet nog, omdat dit nog niet eerder is gebeurd. In principe zou ik dan tijdens deze commissie met jullie de debatpunten al moeten vaststellen. Maar ik denk dat dat wat ingewikkeld is. Dus er is ook al afgesproken dat in het presidium besproken gaat worden hoe dit precies uitgevoerd gaat worden tijdens de raad. Oh ja, dat zou natuurlijk kunnen. Dus dat is wat ik nu weet. Het kan natuurlijk zijn, meneer De Waal, dat u al een aantal debatpunten heeft voor die Nee, op dit moment niet. Het gaat mij om het complete verhaal. Het complete verhaal, het gaat mij om het hele raadsvoorstel, het fundament daaronder en de beantwoording van de vragen. Ja. Dat zijn er meerdere, maar die heb ik nog niet kunnen bestuderen. Nou, het wordt een schone taak voor het presidium dan om daar een soort proces van te maken. Want als dit tijdens de raadsvergadering gedaan wordt, die agenda is natuurlijk al vrij vol. We gaan hier dus geen debatpunten met elkaar opstellen. Dat gaat niet lukken. Dus dat gaat in het presidium gebeuren. En ik wens de fractievoorzitters alvast succes daarmee. Voorzitter, een puntje van orde. Moet je een niet punt. gewoon loskoppelen? Want het een heeft helemaal niks met het ander te maken. Anders zou je... We gaan hier nu niet over in discussie met elkaar. Ik denk dat dat ook in het presidium besproken wordt. En daar kunt u altijd op de publieke tribune plaatsnemen als u dat wilt. Wij gaan even met elkaar bepalen of we doorgaan. Het is 10:30.